Voilà, beste mensen, het is vandaag 17 augustus, vrijdag. Hier om 8 uur 's morgens aan de uitgang van Vogelwaarde ben ik. Dus we mogen zeggen dat de droogte binnenkort voorbij is, want het regent toch alle dagen. Nu is het terug aan het opklaren. En ik ga terug natuurlijk de richting van Hulst. Zie, door de verdwijning van het openbaar vervoer wordt er te veel gebruik gemaakt van de wagen. Je ziet overal, de mensen gebruiken meer en meer hun wagens en minder de fiets in de week. Dat is wel een jammer zaak. Maar als je ziet bepaalde plaatsen dat het echt druk is, je ziet zoveel fietsers en hier met de prachtige fietspaden, is het alleen maar de drukte van de auto's die toeneemt. Ja, zoals je ziet, het verkeer wordt eigenlijk drukker en drukker. Dat is wel het jammer van de zaak. In België wordt er gepromoot van neem de fiets tot een afstand van 10 kilometer en verander dan tot bus of tot trein. Maar hier, ja, het is meer de indruk van dat iedereen begint een auto te nemen of twee auto's en de fiets niet meer gebruikt. Ik zie hier minder en minder fietsers morgens die de route doen. Laten we zeggen naar Hulst, naar Terneuzen. Dat is natuurlijk wel jammer van de zaak. Het is hier een groene zone en er komen meer en meer auto's. Dus er wordt geen promotie gemaakt om te zeggen van gebruik de fiets, laat die auto aan de kant. Het is ongelooflijk goed dat het verkeer hier toegenomen is. Het heeft nu niets te maken dat men nu half augustus is, maar dat is toch al enige maand dat dat duurt. Er wordt altijd gepromoot in België van je fiets toch tot een 15-tal kilometer te gebruiken, wat eigenlijk ook perfect mogelijk is. Maar ik zeg, met al die toename van die auto's hier, de lucht wordt er slechter van. Het is echt een luchtvervuiling, ongelooflijk, die toeneemt hier. Hey, dat is ongelooflijk, er zijn hier al files van 's morgens vroeg. Het voordeel natuurlijk van die rechte baan naast de hoofdweg, laten we zeggen, is toch dat die rechtdoor is en men kan heel snel tot zijn bestemming komen. Dus laten we zeggen, voor een achttal kilometer, als je een beetje doorrijdt, ben je toch gemakkelijk. In minder dan een half uur ben je op je bestemming. Hier aan de rechterkant heeft men ook de wegen en de polders, maar dat neemt toch soms iets meer tijd in beslag, omdat je altijd moet veranderen van binnenwegen. Zodat je daar eindelijk één fietser die langskomt. Hier in Veel is nog niet de centrale hoofdweg. Dat is in feite maar gewoon de weg van de dorpen. Die ook gaat aan de ene kant naar Hulst en de andere kant naar Terneuzen. Dat is alles, want de hoofdbaan ligt aan de andere kant hier, laten we zeggen op een vijftal kilometer. Daar is het nog veel drukker. Zie,
De drukte is ongelooflijk, morgens. Op iedere punt waar je maar gaat, auto's, auto's. Natuurlijk ook niet te vergeten, die bus die je morgens kan nemen om 5:30, stopt om 18 uur met te rijden. Dus om 18 uur kun je niet meer naar huis, na 18 uur. Dat is natuurlijk ook wel het groot probleem. Je kan s'morgens naar je werk met de bus, maar je kan niet meer terug naar huis met dezelfde bus. Dat is natuurlijk een probleem van alles. Ja jongens, Zeeuws-Vlaanderen is niet meer zoals het vroeger was. Hier hebben we een affiche, de scholen zijn weer begonnen. Dat is ook juist hier in Nederland. Starten de scholen enkele weken vroeger dan in België. Dat zou ook wel de reden kunnen zijn van die enorme drukte plotseling. Bon, ik moet u wel zeggen hier, ik zie hier toch geen fietsen en zo. Dat is al een feit. Maar dat busvervoer, die stopt om 18 uur. Dat is toch gewoonweg niet normaal voor heel die streek hier. Nee, voor die, we hebben ze samengeteld meer dan 10.000 inwoners. Geen bus naar 18 uur. Combinatie mogelijk met een haltetaxi, dus echt niet te doen. De andere kant van Zeeuws-Vlaanderen, Axel, heb je wel een bus. Tot 22 uur en later. Voilà, verder naar de richting van Hulst. Voilà, ik ben hier nog op een kilometer van Hulst, maar ik moet u zeggen, het stinkt van de uitlaat van de wagens. Zie je, op iedere kruispunt is druk, de ingang van Hulst, de weg naar het busstation, ongelooflijk. Voilà, ik ben hier aan het busstation van Hulst, en wat kan je nu zien? Er is hier absoluut geen kat.